oneindig veel rondes krijgen wij een echt taart of chocoladegerecht om te eten. Maar is het lekker of misschien heel vies? En dat is niet het enige. Loodjes bepalen met welke handicap wij het moeten eten. Wie houdt dit het langst vol en wint deze challenge? Nou, Rut, wat gezellig dat je er weer bent. Ik wil een applaus. Oh, nu. Applaus. Bedankt. Bedankt. Ik zou zeggen, voor te beginnen, doe eventjes een duimpje omhoog. En Rutge, wat is de like goal? 15.222. En als we dat halen, maakt Rutger elke week voor mij een custom-made taart. Met mijn hoofd erop. Met jouw hoofd erop? Ja, en die moet je ook posten elke week. Weet je wat het dan wordt? Nou? Een oude taart. Met het hoofd van jou erop. Over leeftijd gesproken, hoe oud denk je dat wij zijn? Bij elkaar? Ja, bij elkaar opgeteld. Oh, dat is wel een goede reden. Laat het weten in de reacties. Ik kan nog niet zo ver tellen. Deze loodjes gaan voor ons bepalen wie er een taart, chocolade of echt gerecht krijgt. En jij mag als eerst. Ja, maar als ik mijn hand weghaal, zie je het gat. Zo. Oeh, het zijn 3 loodjes inderdaad. Oké, ik ga voor deze. En ik ga voor deze. 3, 2, 1. Oeh, taart. Echt. Laten we onze ogen dicht doen en dan worden we verrast met de allereerste ronde. Nou. Wat hebben we hier? Ik denk dus dat Real bij mij staat en dat bij jou taart staat. Ja. Klopt dat, jongens? Dat klopt. Oké. Okay. En hier staat dus chocola. Zullen we anders eerst gaan kijken wat we niet mogen eten? Dat is goed. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Ach, wat eet. Leuk. Maar wacht, is dit real? Even luisteren. Dit is chocola. Oh. Het ruikt What? Zo lekker. Dit is zo mooi. Ik heb real. Nee, ik zit toch niet een echte eend op. Oh. Oh nee. Oh, wat erg. Zullen we gaan kijken tegelijk? 3, 2, 1. Oh, ik schrok. Wow. Kijk. Wow. Is dit een taart? Dit is heel vet. Moet je kijken. Dit ziet er zo vet uit. Ik ben zo jaloers op jou. Voordat we gaan eten, we krijgen een handicap. Nee. Ja, pak hem maar erbij. Daar zijn ze weer, de rode ballen. Hier zitten allemaal handicaps in. En elke ronde krijgen wij dus een handicap als wij iets gaan eten. Deze. Oh, maar er zit nog iets bij. Huh? Oh, duck slices. Maar dat is hondenvoer. Moet je dat eten? Mag ik het niet aan Paco geven? Dat vind ik een goed idee. Je mag het aan Paco geven. Oké. Okay. Je moet proberen om met eetstokjes te eten. Zelfs als je geen ervaring hebt met het gebruik van eetstokjes. Nou, dat heb ik wel hoor. Maar geen taart. Nou, pak jij stokjes erbij, dan ga ik deze nu aan Paco geven. Ze zit er al helemaal klaar voor. Oh, ze pakt hem ook al op. Kijk eens, Paco. Deze is voor jou. Volgens mij is ze er heel blij mee. Ach, ze heeft al gelijk een piepje gevonden. Ik denk dat wij voor de rest van de dag gepiep in huis horen. Hé, hey, maar misschien lusten er ook nog een stukje eend bij. Paco, zit. Alsjeblieft. Oh, dat vindt ze wel interessant. Paak, ik verwacht wel een review. Vind je het lekker of niet? Dit is de eerste keer dat ze dit eet. Nou, zo te zien is het goed gekeurd. Maar hoe doe je dit met stokjes? Ga je echt gelijk in de hoofd? Ja, waar? Ja, ik ga niet het kont eten. Ja, doe dan in het midden mooi. Oké. Okay. Oh. Oh, hij is heerlijk zacht. Mm. Hoe ziet de binnenkant eruit? Oh, het is citroenvulling. Oh my god, dit is zo lekker. Oh, wil die eend? Het ziet er echt heel heftig en dramatisch uit, dit. Mm. Ga lekker zitten overdrijven hier. Overdrijven? Dit wordt mijn huwelijkstaart. Oh, ook in mijn eentje. Nee. We hebben oneindig veel rondes, hè? Dan bewaar ik hem even. Alles wat we vandaag niet opkrijgen, gaan we gewoon delen met de buurt hier. Vrienden maken met de buren. Dat weet ik nog niet. Daar gaan we. Welke wil jij? Ik wil deze. Die wilde ik. Ruilen, hier. Nee. Deze. Ik heb iets anders. Real. Chocola. En doe je ogen maar open. Wow. Wat is dit? Een unicorn koe. Koe? Oh. Is dat een belediging? Maar dit is wel een hele... Is het een... Wat is het? Taart? Dat is de taart. Oh, maar die ma... Oh. Nee, die mag jij niet. Oh, maar wat is dit? Ik onthul het maar. Een piñata. Leuk. Oh, hij is ook zwaar. Ik ben wel heel benieuwd wat ik heb. Nou, laten we gaan kijken. Ik denk een unicorn. Ach. Kleinste. Oeh. Maar we krijgen natuurlijk weer deze ballen voor een handicap. Dus laten we gaan kijken hoe we dit moeten gaan eten. Ik ga weer niet eten, maar goed. Ik was het bijna vergeten. Je moet een lepel en een vork aan elkaar vastbinden en proberen zo te eten. Hoe wil je chocola gaan eten? Heel moeilijk. De geboeide handen. Beide handen moeten hiervoor geboeid worden met handboeien. Dat is nog moeilijker bij een piñata dan. Dan krijg ik hem nooit open. Nou, zal ik jou boeien? Kom maar, het boeit me helemaal niks meer. Beetje klein. Ja. Auw, doe snel. Hier, snel. En dan heb ik hier een pollepel of zo'n pannenlikker, weet ik veel wat het is. Ik heb mijn ogen dicht, daar gaan we. In 3, 2, 1. Oeh, oeh. Oh, niet mij slaan. Ja, ik zie toch niks. Oh, mag die handboei echt iets lossen? Het doet ja, echt dat kan helemaal pijn. Niet. Jeetje, gaat het wel goed? Waarom gaat hij niet open? Ik heb wel de poot. Ah!
Auw! Dit duurt zo! Ja! Oh, dit is de kop. Oh, alles sloeg. Oh! Nou, wat lekker! Nou, kijk eens, hier is jouw unicorn. En hier is mijn vorklepel. Eet smakelijk. Hoe gaat dit dan? Ik ben blij dat ik toch iets heb. Oh, nu pak je hem hiermee vast. Oh, zo. Misschien hier tussen. Waarom pak je hem niet gewoon met de vork alleen? Omdat ik het volgens de regels doe. Eet smakelijk. Ik vind dat we deze wel even open moeten snijden, want ik ben wel benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet. Dat zeg ik gewoon niet over jou. Ja, nou ja, wel over deze unicorn. Daar gaan we. Ik vind je erg agressief vandaag. Nou, daar gaan we. Oh, het is helemaal regenboog. Oeh. Wow. Kijk. Dit is echt heel mooi. Nou, die geven we dan aan de cameraman. Hier. Ik ga nu voor deze. Zo bescheiden gebleven. Ja, altijd. Oeh, een primeur voor mij. Ik heb real. Ik heb taart. Ik hoop dat het lekker gaat zijn. Dat gaan we zien. Laten we gewoon alles in één keer gaan kijken, ja? Is goed. 3, 2, 1. Oh! Wow! Wow. Sushi! Lekker allemaal. In ieder geval, ik hoop je hebt een sushi taart. Ik denk het. Dat heb ik nog nooit gezien. En jij hebt dus echte sushi. Lekker. Die ziet er ook erg lekker uit. Mm. En dan hebben we hier, heel grappig, chocolade sushi. Een leuke ronde. Ja, applaus voor de chef-kok. Maar het belangrijkste, is het ook lekker en hoe moeten we het gaan eten? Oh ja. Die. Oh, niks. Nee. Ik mag gewoon normaal eten. Geluk. Yes. Alleen met je mond. Je mag bij het eten alleen je mond gebruiken. Succes. Oh. Oké, okay, we gaan ervoor. Ik heb nog nooit een sushi taart gezien. Daar gaan we. En? Oh. Dit is heel lekker. Ja, ik durf niet. Ik denk dat hier iets mee is. We doen een paar. Lekker bezig, Rut. Je kan het best goed. Hmm. Waarom smaakt het naar oliebollen? Het mag zo'n week over de datum zijn. Nee. Nee, weet ik het. Doe maar soja. Oh ja, heel goed. Knap hoor. Zo, wat een talent heeft deze jongen, hè? Ik maak er wel een soja van, hè? Holland's Got Talent. Oh, je hoorde mijn grap weer niet. Nee, die wil ik niet meer horen. Nou, zullen we gewoon doorgaan met de volgende? Ja, even iets heel belangrijks. Want deze keer heb ik de abonneeteller verstopt ergens in huis. En die kunnen jullie laten afgaan elke keer als Thomas er weer 1000 abonnees bij heeft. En ik denk dat je heel erg gaat schrikken als die afgaat. Ja, ik weet het, want het is dit alarm. Dus wil je dat alarm laten afgaan? Abonneer dan nu, druk even op die zwarte knop en wie weet haalt Thomas dan binnenkort wel 1 miljoen abonnees. Dat zou echt bizar zijn. Deze. En deze. Ik hoop taart. En ik krijg taart. En ik krijg real. Oeh. 3, 2, 1. Ik schrok. Is dat taco? Oh ja. Wow, maar die is heel realistisch. Een mega cupcake. Dit is wel heel vet. Dit is fantastisch. Precies hetzelfde, die tong zo gedraaid. Maar wat zit dan hieronder? Zal ik het gewoon optillen? Ja, wat zit daar dan, ja? Oh! Oh! Een chocolade cupcake en een echte cupcake met een hondenbordje ook erop. Wat leuk. Kijk, de verpakking heeft ook hondenbordjes. Oh. Hoe gaan we dit eten? Deze. Deze. Eenhandige eter. Je moet het voedsel met slechts één hand eten terwijl je de andere hand op je rug houdt. Nou, dat kan je wel. Dat kan ik wel. Je bent een ervaren eter. De blinddoekblijver. Je moet hierbij geblinddoekt eten. Oh, lekker. Dan komt de smaak extra goed binnen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Die gaat op mijn rug. Waar is die? Oh, hier. Ja, oké. Ik vind het zo zonde om dit te doen. Hey, deze cupcake is wel echt heel hard. Heb ik hem zo voor mijn mond? Mm-hmm. Hij is super hard. Nou, dat hoort. Deze is ook heel hard. Auw. Dat is met cupcakes zo. Eeuw. Wat? Dit is echt niet lekker. Zo ondankbaar. Heeft iemand zo zijn best op gedaan? Oh, dit is echt heel vies. Weet je hoe dat komt? Volgens mij... Gadver. Is dit voor honden gemaakt? Kijk, wat staat erop? Nee, dit is een hondencupcake. Die pootjes zitten er toch niet voor niets op? Ik ga hem zo meteen naar Paco brengen. Hoe is deze? Heel lekker. Kijk, hier zie je een stukje cake al. Maar ik ga nog even op onderzoek uit. Oh, ik ben zo jaloers op jou. Cake is zo lekker. Laten we deze aan Paco geven. We hebben hier de cupcake voor Paco. Maar ja, ik sta er niet helemaal achter om heel die cupcake te geven. Dat vind ik een beetje veelvoordig. Ho, ze wordt al heel enthousiast. Paco, ik heb alvast voor je voorgeproefd. Pootje? Goed zo, alsjeblieft. Nou, volgens mij is die ook goedgekeurd. We gaan weer grabbelen. Nou, oh, dan moet je altijd als wat eerste. Een agressie hier vandaag. Ik wil. Oké, okay, en nu jij. Nou. Ik heb weer taart. Ik heb weer real. En doe je ogen maar open. Oké, okay, we gaan eerst kijken hoe we dit gaan eten. We hebben niet veel ballen meer. Oh nee. Je mag alleen je ellebogen gebruiken om te eten. Je moet overwanten dragen terwijl je probeert het voedsel op te eten. Dit maakt het niet makkelijk. Laten we eerst gaan kijken wat erin zit. Oh! Oh! Dit is echt heel vet. Heb ik dan een horloge taart? Wow! Die is vet.
Ik loop even vast. Dit is toch eigenlijk voor mij gemaakt? Dit is goud. Dit is voor mij. Oh, dit ga ik toch niet met mijn ellebogen eten? Oh, wat zonde. Wat erg. Hier heeft iemand uren werk in zitten. Hoe laat is het? Tijd om te eten. En om de taart te verpesten. Ik zou zeggen, voor jou eet smakelijk en ik ga het horloge proberen om te doen met deze overmand. Het kan toch allebei niet? Ik krijg mijn ellebogen niet eens zo bij elkaar. Ik heb een te grote boezem. Oh, wat zonde. Auw, ik heb spierpijn. Oh, kijk, ik heb wel een stukje, maar... Ja, daar kan toch niemand bij? Dit moet... Oh, nee, er ligt iets op de grond. Oh, nou, dit vind ik wel knap. Is het lekker? Zie hem genieten, zeg. Ik ben zo blij als jij geniet, hè? Bosbessetje. Lekker. Heel lekker. Jij hoeft geen eten meer vandaag. Klopt. Maar je kan ook dit stuk nog eten. Of aan jou geven. Ja, is goed. Wacht. Oh. Dit is heel raar. Lik mijn elleboog. Nee. Dit is het moment dat we door moeten naar de volgende ronde. Nee, geef maar aan de buurvrouw. Hoe weet jij dat? Nee. Ik ga voor deze. Dan doe ik deze. Nou, geluk. Oh, eindelijk, jongens. Het grote moment. Ik heb taart. En ik heb chocolade. Ook nog niet veel gehad. 3, 2, 1. Oeh. Wow, die is hoog. Heel hoog. Nou, laten we bij de hoge gaan kijken. Oké, 3, 2, 1. Wat is dit? Oh, een frietzak, of niet? Ja. Wow, met mayo zo te zien. Leuk. Lekker hoor. Dus dit moet real zijn. Oh, dit is real. Oh. Friet. Ja hoor. McDonald's friet. Oh, maar huh? Dan heb jij een friettaart. Kan dat? Ja, weet ik veel. Daar gaan we. Wow. Wow. Met Rutger Thomas Paco erop. Heel leuk. Wow. Wat staat er nou op? De frietjes van. Oh, echt? Nou, dit is echt bizar. Heel leuk. Kijk dan, die friet lijkt ook gewoon net echt. Die mayonaise ook. Huh? Dit is toch gewoon onwerkelijk? Ja, dit is gewoon kunst. Nou, er zitten nog maar twee ballen in. Zullen we gewoon... Nee, gewoon eentje eruit halen die we alle twee moeten doen. Ik ga niezen. Oh, gatvleugel. Het lijkt echt een luchtalarm. Ik moet het ook elke maandag doen, hè? De eerste van de maand, dat ben ik. We gaan voor deze. Oké, dat is goed. Dus dan doen we dezelfde handicap. Ja, knap dat je het snapt. Ik snap het. Oh, niks! Niks! Yes! Nou, kom op met die vork. Laten we even kijken naar de vulling. Ja, ik kijk eerst even bij jou mee, hoor. Wow. Niet super kleurrijk, maar dat zegt natuurlijk niks over de smaak. Verschillende laagjes, hè? Waarschijnlijk heel lekker. Dit is niet normaal. Maar hoe smaken de frietjes? Ik heb hier gewoon, ik weet niet of ik het ooit hardop zou zeggen, een taartfrietje. Rut, dit is echt niet normaal. Nee, ja, dit ook niet. Ik neem maar een hap. De lekkerste taart die ik ooit geproefd heb, denk ik. Ja, lekker. Ik weet niet wat ik hier nog over kan zeggen na 10 taarten. Nee, maar het hoeft ook niet. Ben je klaar voor de volgende ronde? Zeker. Het lijkt gewoon niet op te houden. Nou, ik pak deze. Ik heb real. En ik heb taart. Goed, weet je, laten we gewoon met de middelste beginnen. Oké, dat is goed. Ja. Huh? Een inktvis of zo? Ja, ik denk dat het een octopus is. Ja, tentakels. Oh, er zit ook een... Kijk, er zit een... Maar wacht, dan heb ik... Ik zit heel leuk te zeggen wat het is, maar dan heb ik toch niet een echte... Dan heb ik een taart inktvis, denk ik. Zullen we gaan kijken? Ik stop? Ja, je kan stoppen, dan heb ik deze challenge gewonnen. Dan gaan we in 3, 2, 1... Kijk! Ik schrik heel erg! Kijk, dit lijkt net echt! Ja, maar dit lijkt ook net echt, en dat komt omdat het echt is! Och, ik schrik helemaal van die ogen ook. Dit is echt bizar. Straks is dat geen taart. Ja, ik ben echt bang dat het ineens gaat bewegen. Het ziet er zo mooi uit. Echt bizar dit. Laten we gaan kijken hoe wij dit samen gaan eten. Die. Deze. Beide handen worden geboeid. Nou, dan moeten we dus aan elkaar vastzitten terwijl we dit doen. Ik was blij dat ik net van die handboeien af was. Nou, maar goed. We zitten aan elkaar vast. En het voordeel is dat ik niet eens bij de inktvis kan. Ja, en de andere hand mag je dus niet gebruiken. Nee. Oké, ga jij maar eerst. Ja, dag. Oké, dan ga ik eerst. Laten we kijken hoe die van binnen eruit ziet. Ik vind het zo zonde. Inderdaad. Hij is wit van binnen. Voorzichtig. Ik leg hem even hier neer. En dan nu proeven. Eet smakelijk. Waar smaakt hij naar? Een beetje zeeachtig? Aardbei. Oeh. Oh, dit is echt heel lekker, Rut. Ik ben benieuwd hoe die van jou smaakt. Ja, mijne ziet er ook heel echt uit. Je kan het nu ook opgeven en dan heb ik gewonnen. Moet je ruiken. Gadver! Heel vies. Oh. Gadver! Oh. Hij beweegt. Nee, ga weg met dat ding. Oh, sorry. Nee, ik durf het echt niet. Ga je het niet doen? Nee, ik ga hierover dromen en dat vind ik al genoeg.
Ga je echt opgeven? Oh, die lucht, ja. Dan ben ik gewonnen. Oh. Nou jongens, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vonden jullie het een leuke video? Doe eventjes een duimpje omhoog. En wil je meer van Rutger zien, klik dan even op zijn hoofd. Die heel misselijk kijkt. Ja, ik ben echt, ik ben helemaal misselijk. Wij gaan in de buurt taarten uitdelen en chocolade. Ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei!